Dag Maya. Welkom hier op de Bloemenmolen. Hey. Hallo. Dag dames en heren. En leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. En vandaag zijn we uiteraard terug in... Ik zou bijna zeggen Holiday Park, maar dat is het niet. We zijn hier vandaag in... Ja. Waar zijn wij? Waar zijn wij vandaag? We zitten inderdaad op de Bloemenmolen vandaag. Maar in welk park? Er is maar eentje dat indoor staat, van al de Plopsa-parken, dus eigenlijk is het niet moeilijk. Welk park zitten wij? Plopsa-park. Ja, inderdaad. Of dat je gelezen had op de titel van deze video, dan kon je het ook al weten dat wij in Plopsland de pannen zaten. En vandaag gaan we nu gewoon een keertje, ja, de bloemenmolen testen hier in de pannen. Erika had laatst voor het eerst de bloemenmolen getest in Holiday Park. Ja. En wat vond je ervan? Ik vind het deze toch wel beter dan in Holiday Park. Ja, ik vind die hier eigenlijk de beste. Dat is hier in de pannen is de beste bloemenmolen van de Plopsa-parken dat ik al gedaan heb. Nu, in Polen staat er ook een bloemenmolen. Hoe dat die gaat, dat weet ik niet. Nee, het is eigenlijk... Kijk, hier heb je de Nederlandse vers van het liedje. In Duitsland heb je de Duitse vers van het liedje. Ja. En in Polen heb je het Poolse vers van het liedje. Ik kan eerlijk zien... Ik heb het liedje al in Pools gehoord, ik vind het grappig, maar dat is gewoon omdat ik het niet versta. Dat is waar. Maar ja, dan heb je ook nog een keer het ritssysteem, want die in Holiday Park is anders dan die hier in de pannen. Ja. Dus ja, dan is het de vraag zo van, ja, welk ritssysteem is er nu het beste? We kunnen eigenlijk nog maar enkel oordelen over die van Holiday Park en die van de pannen, maar die van, ja, van Polen hebben wij gewoon nog niet gedaan. Dus ja. Later van tijd zouden we daar toch een keer naartoe moeten gaan, maar ja. Wat denk je, Erika? Ja. Heb je eigenlijk al onderwijs gezien van die versie van Polen? Nee. Enkel het liedje? Ja. Zo eigenlijk een keer moeten kijken op internet naar een omdraai van de versie van Polen. En daar gaan we, het is onze tour. Here we go! Oh yeah! Even, Erika. Klaar, we gaan er vandoor. Naar omhoog, la la la. Naar omlaag, la la la. Oh yeah. Dan ga je vanzelf omlaag. Wie wordt nat, wie blijft droog, la la la. Een panda, la la la. Ja, of Billy, moet jij naar omhoog. Moet jij vliegen, vlug, niet terug, omlaag. Hoe gaat ie, Erika? Vind je het leuk? Ja. Ja? Heel leuk? Oh yeah. Daar gaan de mensen. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oké, dames en heren, het is de moment. Oh yeah, 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 yeah. Dat is als press gedaan, hè. We zijn gesplashed. Gesplashed. Gesplashed op en top. Oh yeah. Wie gaat dat om? Oh, oh, oh. Maya gaat omlaag, laag, laag. Heb je dat ook geprobeerd, dat ritssysteem in Holiday Park? Ja, maar lukt dat niet. Nee, erg hé. Hier in de pannen lukt het. Hey, we waren bijna kleddernat. Daar gaan we. Oh, lekker nat. Oh nee. We zijn lekker nat. Wie wil nog een keer? Naar omhoog, samen op en neer. Eigenlijk is het in Holiday Park nu al afgelopen. Ja, en dan ga je nog zo'n halve minuut ronddraaien en dan uiteindelijk is het voorbij. En hier zit je nog gewoon gezellig fun te beleven op deze, ja, flat ride. Oh yeah, ik vind het hartstikke leuk. Nou, voilà, en nu is het voorbij. Vond je het leuk, werd je nat, bleef je droog, ik werd nat. Je een bad naar omhoog, la la la. Ja, ben je een bad genoemd naar omhoog? Ja, hip 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 hip, hoera. Als je ook zo kan vliegen, wel doe me dan na. Hip hip hip. Allemaal voor de mensen die jarig zijn vandaag. En zijn dat ook, hip 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 hoera. De bloemenmolen hier in Mayaland. Dat is toch wel een van de leukste attracties in Mayaland. En dat is de tofste flatride dat ik al ooit gedaan heb. Erika, dat is toch echt wel de tofste flatride, hè? Ja, ik vind dat echt de max, de bloemenmolen. En hier zijn we dan in Plopsaland, de pannen. Oh ja. Maar de mensen wisten dat al. Ja.
Goed, Erika. En wat heb je zin vandaag? Ja, kermisplein. Ik ga op de brandweer gaan. Ga je op de brandweer? Ja. Oké. Okay. Goed. Voor deze vlog te beginnen zijn we begonnen met een ritje op de bloemenmolen. Erika wil vandaag op de brandweer, waarom weet ik niet. Zo'n leuke attractie vind ik dan niet. Ja, half en half wel een beetje, maar ik vind dat geen zo'n leuke attractie. Wat gaan we nog doen vandaag in deze video? Wat gaan we nog doen, Erika? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik wel. We moeten nog een keer mee met de Plopsa Express vandaag. Want er is al kei veel veranderd van de Dino Splash. En wat moeten wij nog doen vandaag? We moeten een ritje maken op Heidi eruit. Daar is er niet veel veranderd, maar ik vind dat altijd een leuke attractie. We moeten nog zoveel mogelijk op Bos van Plop gaan, want binnenkort wordt die afgebroken, gaat die sluiten. En wordt daar de Bomba Indoor Zone opgebouwd. Dus het wordt wel heel interessant voor te blijven kijken naar deze video, dames en heren. Want ja, zoals jullie weten, het wordt allemaal dikke fun vandaag. Heb je er zin in, Erika? Yep. Heb je er heel veel zin in? Ja, ik heb er zin in om te zien. Oké. Dames en heren, ik heb er ook zin in. Dus ik zal zeggen, we gaan beginnen. En met wat gaan we beginnen? Want, een verrassing. Het is een grote verrassing. Voilà. Welkom. Welkom bij Mr. Team Park fans. Oh ja, ik heb nog een leuk weetje, dames en heren. Weet je dat ik kei veel video's op mijn YouTube-kanaal staan heb? Onder andere Europa Park. Daar zijn wij over laatst naartoe geweest. Maar dat is nog niet alles. Ja, wij gaan deze zomer terug. En er is een kleine tip van Europa Park. Jullie kunnen eigenlijk beslissen wat wij deze zomer gaan filmen in Europa Park. Dus ja, heb je tips voor ons? Of wil je iets hebben dat je zo zegt van... Ja, ik wil naar Europa Park, maar ik weet niet hoe... Ja, hoe het park eruit ziet. Of ik weet niet hoe mijn weg daar is. Of ja, je kent Europa Park, maar je wil bijvoorbeeld iets hebben dat we testen. We zijn daar ongeveer 4 dagen. Dus... Ja, als jullie iets willen zien, zet het gewoon in de comments en wij gaan dat doen in Europa Park. We hebben toch tijd zat, dus jullie kunnen beslissen wat wij gaan doen in Europa Park. En daarvan gaan wij gewoon een video maken. Ja, want dat telt soms ook voor andere video's. Gewoon dat je tips hebt. Tips. Dan kun je gewoon reageren in deze video. Verse suikerspin. Wow, dat wordt daar gemaakt. Lekker. Heb je zin in suikerspin? Dat is kei lekker gewoon, suikerspinnen. Ja, dat is heel lekker, maar ik weet dat niet zo lekker. Dat plakt? Ja, dat plakt erop gewassen, nu het daar wel redelijk warm. Ja, dat is juist. Pas op, het is wel lekker, maar ik vind het niet zo goed. En dames en heren, welkom hier op het Kermisplein, hier in Plopsaland, de Pannen. Oh yeah! Gaan we een kleine opwarmer doen? Mag. Vooraleer dat we op de brandweer gaan, kunnen we misschien nog een keer een ritje carousel doen. Ja, dat kunnen we nog doen. Of gaan we het omgekeerd doen? Eerst brandweer en dan carousel. Oh, dames en heren, het is beslist. Wij gaan naar de brandweer en de brandweer die staat namelijk op dit moment achter mij. Ben je er klaar voor, Erika? Ja? Ja, heb je er heel veel zin in? Ja. Ja? Ja. Ja, dan gaan wij gewoon naar de wachtrij en gaan we de brandweerman spelen. Dan is het zo van... Hier zijn we dan, dames en heren. De brandweer. Here we go. Wow. Prachtig. Prachtig. Ga je het vuurtje blussen in Plopsaland? Misschien... Misschien. Misschien. Ik ga het sowieso blussen, dames en heren, want de brandweer staat in brand. Allee. Toch een gedeelte ervan. Hoi, Erika. Welkom hier op de brandweer. Oh, hoi. Kijk eens aan, mensen. Ik heb er ook eentje. Ik ga vuur blussen. Yay! Hoe is het bij u? Goed, ja? Heb je de vlam onder controle? Oké. Kijk. Ik heb hier nog eentje. Die spreekt bijna niks. En hier ook. Hey! Hey!
Man, ik kom hier nat van. Aha. Ik ga spuiten. Staat Erika daar ergens op? Ja, daar is Erika. Ja, ça va? Amai, je bent like een echte superheld. Ja. Ik heb het gevoel dat het regen is. Het regent hier plotseling. Allee, come on, come on. Krijg de vlammen niet onder controle. Oh, nee. Ben je dat ook bij u, Erika? Ja, ben jij kreent het. Ik kan hier een keer naar mijn lekkage gaan. Ik kan hier eentje die lekkage. Dames en heren, het water dat komt eruit en net een beetje lekkage, waardoor dat het een beetje fris wordt aan mijn voeten. Wow! Oh jee! Kijk, ik ga de onderkant blussen. Ik ga sparen voor de onderkant. En dan naar de bovenkant. Wow, het is afgelopen. Hoe was het, Erika? Ja? Oké, leuk. Dat was nu de brandweer. En waar gaan we nu heen? Carousel. We gaan naar de carousel. Oh yeah, gaan ronddraaien, gaan naar ronddraaien. Ja. Weet je wat we ook nog niet gedaan hebben? Dat is al kei lang geleden gewoon. Hier op die slingerbolen. Ja, maar ik had wel een keer zin om erop te gaan. Ja, we gaan dan eerst hier op de wielerwals. Dat wordt gewoon dikke fun. Dat is eigenlijk de mini-versie van de Rocksflyer. Maar ja, het is echt mega lang geleden dat ik hier nog een keer op geweest ben. En dat gaan we nu doen. Ja, nee, normaal niet, maar ik voel me goed vandaag. Ik voel me goed voor erop te gaan vandaag. Dus ik denk dat we een ritje gaan maken. En we kunnen dan zo dadelijk afkoelen... Of toch tot onszelf komen in de carousel. Oh yeah. Onze zitplaatsen. Ah, oei. Dat is precies niet voor ons. Nee, we gaan elk apart. Want dan wacht op de slingermolen. Dat wordt leuk. Olé. Kijk, daar staat hij. De slingermolen. Oh yeah. Oké, Erika, heb je zin om op de slingermolen te zitten? Ja. De wielerwals. Oh yeah, daar gaan we. Ja, ja, dag Erika. Hallo. Hoi, hoi. Erika op de slingermolen. Ja. Oh yeah. Zit je er graag op? Ja, ik zit er wel. Ah, dan moet je dat zeker meer doen. Erika. Je zou het niet verwachten van mij, maar Jordi op de slingermolen... Dat gebeurt af en toe wel een keertje. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik kan de tijd zelfs niet meer noemen wanneer ik hier nog op geweest ben. Erika, weet je, hij te vallen wanneer ik hier nog op geweest ben? Nee, maar normaal gesproken hier niet op. Nee, normaal gesproken niet, nee. Maar ja, vandaag wel. Vandaag is het een uitzondering. Oh yeah. We zijn er. En? Hoe ben je het, Erika? Hi. Ja, het draait snel rond, hè. Het draait echt zo snel rond dat er al misselijk van wordt. Ja, dat is. Ik moet nu wandelen, hè. Ah, we gaan weer vliegen. Joepie. Oei. Ben je nog niet doof? Oké. Ik wel. Ik voel me echt doof. Oh, oh, waar is Erika? Ik vind Erika niet meer. Oh, oh, daar is Erika. Oh, oh. Oh, ik word hier echt. Yay. Yay. Wat een leuk uitzicht. Oh, yeah. Wow! Wow! Oh yeah! Leuk, leuk, leuk! Ik ga rust met vliegen! Oh ja, hier ook! Oh yeah! Al hoop ik
dat de ritmeen al afgelopen is. Ik word er eigenlijk al een beetje ziek van. Wow! Dat gaat niet van, maar... Het is wel een keer tof. Oké. Okay. Wow! Beetje airtime, dat mag wel. Beetje veel draai. Dat mag niet zo spannend. Ik dacht eigenlijk dat ik meer ronddraaien. Oh, het is al afgelopen. Oh, ja. Dat moet niet langer duren voor mij. Dat is perfect zo. Dat is echt perfect. Of vind je het, Erika? Ja, ik ook. Het is perfect. Dat moet niet langer zijn zo. Ik vind het zo tip-top in orde. De voeten in de lucht, anders gaan we hier blijven afroepen op de grond. En hebben we gebroken voetjes. Voilà. Dit was hem dan. De wielerwals hier in Plopsaland. Wauw. Ik vond het wel leuk. De carousel. Hier gaan we dan. We gaan de carousel in. Dag Erika. Hallo. Hoe vond je het op de wielerwals? Leuk. Vond je het luidruchtig op de wielerwals? Ja. Ja, heel luidruchtig. Ja. Oh, ik vond het gewoon heel leuk op de wielerwals. Maar het zijn schoolreisjes. En dat betekent dat er keiveel lawaai is dan. Als er schoolreisjes zijn. Dus ja, nu gaan we proberen een rustig ritje te hebben op de carousel. Hier, zie dan. Oh yeah. Heb je er zin in? Ja. Oh yeah. Kom, 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 kom. Nee, ja, kijk op de Daar is Erika. Hallo. Hallo, Erika op het paard. Hoe is het ermee? Goed. Niet in slaap vallen, nee? Nee. Amai, volgens mij wippelt dat paard. Het gaat echt goed, dat paard. Welkom hier op de carousel. En Erika is er ook bij. En daar komt ze. Daar gaat ze. En ze gaat weer weg. En daar gaat ze weer. En ze gaat weer weg. We zitten op een paard, moesten het jullie nog niet weten. Dit hier is mijn paard. Dag paard, hey paard, hoi paard. Oké. Mijn paard heeft blijkbaar honger in mijn camera. Ja. U een paard? Ik weet niet. Nee? Weet je het niet? Nee. Heeft dat paardje honger? Heeft paardje honger, ja of niet? Oké, eigenlijk is dat wel nog tof. Ik ben niet zo aan ronddraaiende attracties, maar... Ja, een carousel, dat vind ik wel nog altijd plezant. Ik vind dat altijd leuk. En in de koets zitten vind ik ook leuk. Ja. Hey, maar ik ken een carousel die draait wel snel rond. Nou, dat is op een zin wel leuk, maar op een zin soms ook niet leuk. En die staat indoor. Ah, het is afgelopen. Dit was de carousel. En dit was mijn paardje. Mijn paardje had de camera opeten. Dit was hem dan. Oh yeah. Welkom hier op de Grote Hof. Wee! Jordi heeft niet veel zin om dan erop te gaan, dus ik dacht, ik zal er wel op gaan. En hier gaan we dan. Wee! Wee! Nu is wel iemand van Vrieten in Plopsaland, omdat je altijd wel oefenen om een keer door het hoofd te halen. En ja, ja of nee? Ja, en we zijn erover en we zijn vertrokken. Wee!
Wow, de grote golf, dames en heren. En hij legt heel dit parcours af, de grote golf. En Erika komt er net van, want ze heeft daar zelf gefilmd. Ja. Wauw, prachtig toch? En hoe vond je eigenlijk de grote golf nu? Was het cool, was het minder cool? Nee, maar ik vind dat drugshot wel tof. Ja. Ik meestal ook, maar ik heb vandaag al enkele attracties gedaan die rondrijden. En ik had zoiets van, ja, de grote golf, dat wordt er een beetje te veel aan. Ik ga daar niet op. Dus is Erika alleen geweest en ze heeft daar zelf gefilmd. Maar ik had gemerkt, die stond lang. Ja, ja man, en daar is hij weer. Kijk, misschien, ja, ja, jullie hebben hem net. Ja, misschien hebben jullie hem net gezien, ja. Maar goed, hij stond echt lang, hè? Ja. Word je daar niet misselijk van? Nee. Ach, gelukkig. Ja, ik zou er wel misselijk van worden. Oh, de trein staat hier net. Gaan we mee met de trein? Yes. Daar is hij. Misschien kunnen we eerst mee met de trein. We gingen eigenlijk op weg naar Anubis, maar moeten nog langs de Dino Splash passeren. Dus we gaan proberen een treinritje te doen. Dat wordt leuk. Here we go. Het station. En hier staat de trein. Oh, we kunnen niet nog van achteren zijn. Ja, we gaan proberen zoveel mogelijk naar achter te zitten. Ik vind dat leuk. Voilà. De vorige keer, weet je nog, we hadden heel de trein voor ons alleen. Welkom op de Boxa Express. Om veiligheidsredenen vragen wij u om geen puntige voorwerpen of dingen achter te laten op de zitbanken. Van Wikiland gaan we nu naar het Dorpsplein. En van het Dorpsplein dan gaan we naar Heidiland. En van Heidiland gaan we naar de Dino Splash. Op de wereld van Kaatje. Hey, prinsessia kasteel. Een prinsessia. Waar ben je fan van, hé, van prinsessia? Alleen van die attractie. Oh ja, maar niet van de soap. De prinsessia soap. Nee. Zo, dames en heren, nu wordt het wel heel spannend. Want daar heb je prinsessia kasteel. En hier heb je Anubis. En er is altijd iets spannends aan Anubis. Weet je wat het spannendste is aan Anubis? De vraag is, komt hij of komt hij niet? Dat is altijd de vraag. En in dit geval leek het... Ik vrees er een beetje voor. Ja. Wow. Erika zit op de trein. Hey. Vind je het leuk op de trein? Ja, dames en heren, we gaan kijken naar... Naar waar gaan we? Dino Splash. Ja, naar Dino Splash. En hier heb je hem, de Dino Splash. Oh, oh, yeah. En zijn hier ook al plantjes aan het zetten. Kijk hoe. En dit ziet er dan zo uit. Hier heb je ook wat tekeningen staan. Kei moe gewoon. Dat is wel een leuke toevoeging hier van Plopsaland. Die tekeningen. Zo. En nu hebben we hier de Dino Splash. Dit was nu de Dino Splash dat we even gezien hebben. Ik heb gezien dat ze de baan geschilderd hebben in het roze.
vroeg mij al af van waarom roze, want voor een stukje dat ze gingen vervangen, het bovenste van de grote splash, en ze zoiets van, ja, er is daar een roze stuk. Nu komt de tijd, ze hebben de baan ook geschilderd in het roze. Dus eigenlijk hebben ze een soort vulkaan nagemaakt met dino's erin. Dus ja, ik ben wel benieuwd, maar er is één nadeel. Heel misschien zijn er zelfs nog geen dino's te bespeuren dit jaar. Ja. Met een beetje geluk zien we dino-eieren en volgend jaar dan de dino's. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ik hoop het toch, dat we toch al iets gaan kunnen zien van de dino's. Want ja, dino-splash zonder dino's lijkt me niet echt een dino-splash. Nee, klopt. Oei? Nee, recordje? Ja. Moet je zo record nemen, hè? Maar nee. Ah, oké. Okay. Ja. Heb je eigenlijk hoge verwachtingen van een dino-splash? Nee. Ik verwacht dat ik heel veel dino's ga zien en misschien dino-eieren. In het eerste jaar zie ik vooral veel dino-eieren. En dan het jaar erop zie ik heel veel echte dino's staan. Zo die je gaan opeten en zo van al die dingen. Maar goed, we gaan nu naar... naar waar gaan we? Naar de volgende halte. Naar de volgende halte is Mickeyland. Wat gaan we doen in Mickeyland? Disneyland. Oh ja, oké. Okay. We waren ook op weg naar Anubis. We gaan ook sowieso op Anubis. Erika zei dat we op Anubis gingen gaan. Dus... dat komt goed. Dames en heren, blijf zeker kijken, want we gaan nog leuke dingen doen in deze video. Allee. Mooi, Erika staat hier. Hey, hey, hoi, hoi, hey. Hopla, hoi, hopla, hoi. Hopla, hey, hopla, hey. Hopla, hoi, hoi. Hey, hopla, hey, hopla, hoi, 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 hoi. En straks is het zo van... oh, hoi, 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 want we gaan op Anubis. Ja. Ja, Erika heeft er zin in. Ja. Heb je zin in, Anubisje? Ja. Wauw, ik heb heel goed nieuws. Daar staat hij en er is bijna niemand hier in het park die Anubis wil doen vandaag. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel interessant. Wij gaan naar Anubis. Oh, oh, ja. Yeah. Erikaatje, we gaan Anubiske doen, hè? Ja, Jorietje. Ja, we zijn weg. Wow. Ik ben echt de coolste van allemaal. Hier ben ik dan. Dag dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op Anubis. We gaan Anubisje trotseren. Oh yeah. Wauw. En hier staat het grootste spook van allemaal. Wie is het? Erika? Of is het hem? Ja. Rohan de Beaufort. Maar we doen denken aan heel veel wind. Wauw. We gaan heel veel wind maken, dames en heren. Yeah. We gaan Anubis doen. Zijn je klaar? Ja. 3. Ik ook. 2, 1, 5. There we go. Yeah. Way. Het is al lekker op hier vandaag. Wow! Handen in de lucht! Here we go! Wee! De remmen in. Oh yeah! Hier zijn we dan weer, in Prinsessia. Wow. Nu gaan we ronddraaien, hè. 3, 2, 1, daar gaan we. Wow. Draai je maar, Erika. Draai maar. Hey. Hola. Ik vind het gewoon de max. Ik vind het de max, extra. Wow, dag Erika. Hey. Wow, ik vind het echt heel goed. Hoi. Hier gaan we dan. Hoi. Hoi. Wow. Dat is echt keikoel gewoon. Dat is echt de max. Oh man, ik vind het zalig. Hoi. Wow.
Ik ben in de was. Opletten voor mijn petje. Het is heel leuk, mijn petje. Ja. Ja. Wauw. Ik heb ook zo heen. Ja, klopt. Ik wil die van u willen nemen. Was je binnenkort toch al een nieuwe komen, dus. Ja. Man, ik ben er nog. Mijn koffie komt en hij thee komt vandaag. En hey. Hallo. Oh man, ik ben echt genoeg getekend. En welkom hier op het kasteelplein hier in Plopsaland, de Pannen. En ze hebben hier nieuwe muziek toegevoegd. En we gaan nog een keer kijken naar de Dino Splash. Dat wordt leuk. Roodachtig kleurtje hebben gedaan. Ik heb zo het gevoel dat dat de lava moet voorstellen en dat de vulkaan aan het uitbarsten is. En daartussen gaan er dinosaurussen zitten. Voilà, dat gaat een beetje het verhaal zijn, denk ik. Als het zo is, dat weet ik niet, maar ik heb zo'n klein vermoeden dat dat zo een beetje het verhaal is achter de dinosplash hier in Plopsaland de Pannen. En nu gaan we een rijtje Heidi eruit doen. Let's go! Remmen.
Dit was Plopsaland voor vandaag. En ja, hier achter ons zie je natuurlijk nog altijd Diddy No Splash. Dat is daar nog altijd Diddy No Splash. En die gaat normaal gezien binnenkort open, maar ze zijn wel nog niet aan het testdraaien. Misschien in de tussentijd dat deze video online staat, gaan ze wel al beginnen testdraaien, wie weet. Maar ja, een leuk weetje. De Dino Splash, normaal moet die ergens deze zomer open gaan. En de exacte datum weet ik niet. Maar het is wel kijk cool. Dus ik kijk er eigenlijk wel enorm naar uit, naar de Dino Splash. Gewoon door het feit omdat de splash terug gaat open zijn. En eigenlijk vind ik dat wel nog een keer leuk voor op de splash te zitten. Erika is daar blijkbaar geen fan van, maar denk dat ze vandaag ging zeggen van ja, we gaan op de splash. Ja, maar ik wil geen fan van in koud weer. Enkel bij in de zomer de werk te krijgen. Want kan ik eerlijk zijn, ik heb rap koud. Ja. Als je dat doet in de winter, komt dat niet goed. Als je dat doet in de zomer, maar zo'n weer wil ik dat nog doen. Ja. Maar ja, snap ik bedoel. Ik snap het helemaal, maar snappen de kijkers dat? Dat is natuurlijk wel de vraag. Maar goed, zoals jullie horen, is er hier op het Kasteelplein in Plopsaland de Pannen nieuwe muziek. Dat is er nog niet zo heel lang. Blijkbaar hebben ze vorig jaar een test gedaan met de Nacht van de Abonnees. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet jullie zeker niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal en mij te volgen op de social media. Ga zeker een keer kijken op mijn YouTube-kanaal voor nog meer leuke video's. En ik zou zeggen, tot een volgende keer maar weer. Dag! Dag! Oh, yeah. This was Plopsaland for today. Thanks for watching, everyone. And don't forget to subscribe at this YouTube channel. Bye-bye!